Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Mark, hoe zuur is dit, verliezen van Linden? Ja, ongelooflijk zuur. We hadden er allemaal heel veel zin in. We wouden hier vandaag 3 punten halen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is ongelooflijk zuur. Hoe moeilijk is het om tegen een ploeg te spelen die eigenlijk niet voetbalt? Hè? Die loert op de counter. Ja, ik denk dat we de eerste helft prima speelden. Veel voetbal, gevaar vanaf de zijkant. En de tweede helft hebben we dat niet meer gedaan. Heel veel lange ballen. En dan gaat die goal gaat nooit vallen. Dat was een beetje mijn gevoel vandaag. Eerste helft prima en tweede helft was het gewoon stukken minder. Wat is er dan gebeurd in die rust in al die kopjes van die 11 spelers... Dat er eigenlijk in de tweede helft een heel ander soort voetbal op de mat wordt gelegd? Ja, ik heb geen idee. Ik denk ook wel misschien een stukje vertrouwen. Vorig jaar win je eigenlijk veel. Dan krijg je ook op een gegeven moment een flow. En nu zitten we in de neerwaartse spiraal. Dus ik denk dat de tweede helft vertrouwen gewoon een stukje minder was. Ja. Jozef zei in het interview, de sleutel die lag aan de rechterkant wat hem betreft. Dat kwam er niet uit. Hoe was het voor jou om te voetballen op die positie? Ja, ik begon op de rechterkant en na 20 minuten ging ik op 10 spelen. En de laatste half uur of zo stond ik weer aan de rechterkant. Ja, eerste helft werden we wel redelijk gevaarlijk vanaf de rechterkant. Maar tweede helft hebben we dat gewoon veel te weinig gedaan. Veel te weinig via de zijkant doorgekomen wat eigenlijk ons plan was. Hoe komt dat dan? Ja, ik heb geen idee. We gingen op een gegeven moment alleen maar lange ballen spelen en gewoon oorlog maken. Maar dat was gewoon niet goed. We moeten gewoon blijven voetballen, rustig blijven. Een balletje laten gaan en dat hebben we de tweede helft gewoon niet meer gedaan. Hoe kom je uit die negatieve reeks, denk je? Ja, gewoon achter elkaar blijven staan, blijven knokken. We hebben vorig jaar ook op een gegeven moment een hele goede fase gehad. Ik denk dat we gewoon als team achter elkaar moeten blijven staan, positief blijven. We gaan echt wel een keer winnen straks en dan hopen dat we dan in de flow kunnen komen. Excelsior, maar sluit ook geen makkelijke tegenstander, hè, volgende week? Nee, geen één tegenstander is momenteel makkelijk, maar volgende week gewoon weer volle bak en hopelijk dan 3 punten. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.